eerder getoond. Artist Impression of de Brug. Er is nog een nieuwe bijgekomen, die is van WSP. Wat hebben wij gedaan? Wij hebben dus het in de markt gezet. Nadat alle voorstudies waren afgerond. En wat we gevraagd hebben zijn proposals volgens PPP. Dus Design, Build, Finance, Operate en Maintain. Met daarbij ook de mogelijkheid dat ze konden aanbieden volgens Design en Build Only, EPC. 12 oktober was de dag. Wat is binnengekomen? Binnengekomen zijn twee voorstellen. Helaas, we hadden er 5 uitgenodigd. China Road and Bridge Corporation, die biedt het werk aan niet volgens PPP, maar wel volgens EPC voor de prijs van $236 miljoen. Ballast Nedam, ook geen totale PPP, wel willing to come to PPP, maar geen afgeronde financiering. Ook dus een EPC en die is daar 3,25. Maar die is niet compleet. De remmingwerken zijn eigenlijk niet conform eisen. Als die erbij geteld worden, dan moet er nog iets van 25 tot 35 miljoen bij. Een derde aanbieder uit China die heeft zich bereid verklaard samen te werken, maar heeft geen compleet proposal ingediend. Wij hebben onze appraisal gedaan. Assessment. Giane heeft een assessment gedaan. En totaal in een gezamenlijke vergadering, een Zoom meeting, is dan het volgende besloten: te starten met onderhandelingen met China Road en Bridges. En daarnaast het tweede pad op zoek te gaan naar financiering, waarbij natuurlijk de minister van Financiën leading zal zijn. Indien dat niet succesvol zal zijn met China Road and Bridges, dan gaan we door naar Ballast Nedam. Dat zijn we gezamenlijk de twee landen overeengekomen. Ze hebben aangegeven als die financiering rondkomt, kunnen ze gelijk beginnen. En dan is het ongeveer 4 jaar, 1 jaar voor hun eigen design en 3 jaar bouwen. Binnenkort zullen we een vergadering hebben met Giana, hier ter plekke. Vorige keer zijn we naar Giana geweest, dit keer zouden ze naar ons komen. Dat moet trouwens nog gepland worden. We moeten ook op de rails gaan zetten de consulting services. Althans, daar zal een tender voor gehouden moeten worden en die gaat nu in voorbereiding.